aan de Okradam, dat is de weg naar zee, is vanmorgen het ontzielde lichaam van een manspersoon in een plas bloed langs de weg aangetroffen. Terwijl zijn voertuig in een trens langs de weg zich in een trens langs de weg bevond. We hebben buiten de camera gesproken met de persoon eigenlijk die het heeft ontdekt en die de politie heeft ingeschakeld. En u kunt even meeluisteren wat de informatie is die hij aan ons meegaf. Kende die meneer in kwestie? Ja, ik ken hem wel. Hij was een heel rustige jongen. Hij ging hosselen, hij taxi rijden. En ja, ik ging rijden naar mijn garagemachine. En heb ik gezien die auto en die persoon daar. Ja. Bent u geschrokken? Ja, zeker. Hij is heel erg verwond, ne? Ja. Wat heb ik gezien? Die nek van hem gekapt met een houwer of met kapmes, zoiets, denk ik. Ja, en een barswond op zijn hoofd. Ja. Hoe laat was dat toen u het hebt van? Het was voor 6:30. Ja. Als u me zou kunnen vertellen hoe hij was toen hij lief was. Dus wat bedoelt u? Wat voor persoon was hij? Ja, ik ken hem heel, Ik ken hem heel goed, dus geen slechte ervaring met hem. Rustig, ja. U heeft hem gelijk herkend? Nee. Niet gelijk? Nee. Dus later pas kwam je erachter wie het was? Ja, dat het een vriend van me is. Ja. Dus ze hebben eerst naar het taxibedrijf gebeld, no? Ja. Iemand van die nummer van die auto is gebeld naar het taxibedrijf. Ja. Dan is men achtergekomen wie die persoon daar is. Hij heeft gezegd, poe. Ja. Zo is het gezegd. Ik 46, 47 denk ik, zoiets. Hoeveel? 46. De buren hebben hem over 6 van huis uit zien op straat gaan, hè, met die auto. Was het een taxirit? Morgen. Dat zou ik niet zeggen. Dat kan ik niet kennen. Ik weet het zo precies. Je bent ook een collega van hem? Nee, ik ben een buurman daar ergens. Maar die buren hebben verklaard. Over 6 is hij van huis vertrokken. Hij is de mensen opgegroeid. En vlak tussen die tijd, alle 7 en 6 uur is het gebeurd. Korte periode. Wat vindt u ervan dat zulke dingen gebeuren? Ja, het is heel erg, dus we zijn helemaal niet veilig nu, hoe ik het zie, deze situatie. Er zijn mensen achterin, wachters, hè? Ja. Ze hebben 2 mensen zien langs aan te voet. Met een pet en met mondkap en met jacket. Die weg is verbonden achter of Aramasha, naar Ajmerweg. Ja. Erika project achterin en via die weg daar naar Hoefweg kwam te komen. Dus van hier achterop kan je alle plassen kan je lopen en gaan. Voor nu zijn de mensen bekend met het buurt, hè? Met de buurt. Dat zo gehoord. Terwijl we nog hier ter plaatse waren, was de politie druk bezig met het onderzoek. Het gaat in deze om een taxichauffeur, hebben we begrepen. En hij was meer bekend als Ploem. Een hele rustige man, hebben we begrepen. De verwondingen die hij vertoonde waren kapverwondingen in zijn nek en op het achterhoofd. En in ieder geval blijven we deze zaak voor u volgen. Wachten we ook het officiële bericht van de politie af. Dit was Gil Eik, Sunweb TV.